Bas, van harte gefeliciteerd met je derde plek bij de Modifieds. Ja, dankjewel. Geweldig. Een beker in Nederland op het EK. Hoe ging het? Nou ja, het was wel best wel een tricky baantje, zeg maar. Het had ook aardig geregend in de hele week en gisteren ook de hele dag. En wat strategie bepaald en gekozen. En dat pakte wel redelijk uit eigenlijk. Ja. Maar ik begrijp dat je trekker uitging op een gegeven moment. Klopt dat? Ja, we hadden weer een stroeakkefietje, zeg maar. Dat hadden we in mei ook, dat die uitging. Het was 105 meter. En nu sloeg het noodlot toe op 92 meter, 42 of zo. En het was niet genoeg voor de eerste plaats, helaas. Maar goed, een hele mooie derde plek. Ja, ik ben er onwijs blij mee hier op een EK in ons eigen land. Het is best wel uniek, denk ik, om zo'n derde plek mee naar huis te nemen. Hey, we staan hier op het EK, dit keer in Nederland, hier in Stroe. Wat betekent het EK voor jou en je teamleden? EK is gewoon gaaf. Heel Europa mag meedoen. De beste van ieder land. En dat is best wel uniek. En we hebben er hard voor gestreden in het NK. Hè, want die worden uitgezonden vanuit het NK-puntenstand. Daar staan we gedeeld 1 met Lambada. Daar hebben we keihard voor gestreden, zeg maar. En uiteindelijk ben je dan hier. En dat is wel gaaf. Ja. Hartstikke mooi, Bas. Gefeliciteerd met je derde plek. En heel veel succes en plezier straks nog in de Heavy Modifieds. Dankjewel. En we gaan ons best doen.